Five, yes. Zijn we Oké. dat? Zijn we dat? We zijn nu live. Ik ben zojuist live gegaan. Offline. Oh, nu live. En daar zijn we dan. Dit lijkt niet goed gemapt te staan, somehow. Nu kijken. Oh. Eens Dry kijken. bones. Het is nog steeds van Mario Party, zo ja. Ah. We hebben al een eerste chatter. Daar is Rack Dissel bij. Hallo, hallo, hallo. Ik ben even aan het fixen. Kun je even Discord in de gaten houden, mochten ze live zijn of de game starten, dat ik dat dan zie? Zeker. Nou, waarom is dit fucked, man? Classic stream issues. Het zou niet lamp zijn als het niet een stream issue had. Nee, het is gewoon een ding dat ik het elke keer opnieuw moet instellen. Waarom de stream nog open is, de game nog open is, bus. Ik kan niet praten, mooi. Dat belooft heel goed. Is omdat het scherm afgestaan. Dient te worden. Citations Daan, Citations Lars. Hallo, hallo. Dus Niels probeert het scherm een beetje goed af te stellen. En in de tussentijd ben ik hier om een beetje een oog te houden op de stream en of de games beginnen. Ah. Dat was een game, de Barry Daan game. Ja, die Goh. game was heel goed. Echt een shame. I mean, beide konden vanaf de endgame nog steeds winnen, want het kwam echt neer op, ice school crash hits en, ging hij DD of niet? Het kwam zoveel zooi neer op het eind. Maar uiteindelijk is het toch het niet geworden, waar de Aurora veel turns toch te veel. Alas. Maar Barry kan terugslaan en Daan heeft het gewoon goed gedaan. Weasel lijkt interessant te gaan worden. Zo na week 1. Ah, for Even sure. Ik kijk kijken. enorm uit naar Breeze, man. We hebben zo'n enorme mixmatch van mensen die er vorig seizoen zaten en wat Arakuda-spelers en wat Chinchu-spelers van vorige seizoenen. Chinchu of Breeze is een hele interessante. Ah, Lars is aan het chillen. Ja, we zijn keihard Oké. op je aan het wachten nu. Ja, we zijn aan het wachten tot de match begint. De stream is niet eens zoveel te laat dit keer. Nee, niet eens. Not even close. Nou, waarom heb ik Laten we ook niks even kijken hoe hier? de divisies ervoor staan. Hoeveel gaat naar de Lars-Aaron match? Aaron heeft de eerste match die hij gespeeld heeft nipt gewonnen. De Farid Dragonite. Die kennen we allemaal nog. En Lars heeft 0-2 verloren van de LoL-nup. Klopt, de nieuwkomer. Dus Lars probably looking to bounce back. En Aaron probably hoping to hold on for dear life. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Intussen worden er nummers gespamd in de chat. Nee, Bus, hoef je Louis leeftijd niet te weten. Damn. Sorry. Was er nou echt nodig? Ja, het is nodig. Maar ik vond hem wel mooi. Ah, kijk eens aan. Hey, nice. Min 1 tot de macht PE. Kinda episch.
Maar niet helemaal. Oh, ik ben de tekst nog aan het fixen. Ja, yeah, maar... I guess dat ik die hier had neergezet de vorige keer. Dat is een goede plek. Ook even ons. Okay. Ja, de pluspad kan ergens anders heen. Oh, oh. Ik zie een eentje. Dat betekent waarschijnlijk dat de game live is. We hebben onze game al right. Ja, oh, dang. Nou. Alright, let us see. Ze zijn al verder gegaan van de lead. Dat is cool, dat is cool, dat is cool. We zien een lead van Crabominable tegen Ogidogi. Lijkt me niet de beste lead voor Aaron. Wait, belangrijk, moet de muziek hebben. Ja, die is heel belangrijk. Kijk eens aan, Aaron's speciaal request van Aaron. Deze song. The Battle. Ja. Yeah. Of zo. Ja. Yeah. Paars. Fantina is heel paars. Ja. Yep. Alright, oké. Okay. Dus inderdaad, Okidoki leak meteen. Insta CC. Lars wil niet dealen met die Grabom met de bal. Eens kijken. Slowking, I mean, Slowking heeft geen vormen van, like... I guess dat je T-Wave hebt, maar verder kun je like, niet Samu threatenen. Gold kinda kan je voor eeuwig uitstellen met gewoon recovers. Yep. Dus waarschijnlijk komt hij gewoon een chili naar Momentum Guy. Interessant dat het ook een Okidoki lead is, gezien like, Lando best wel prima kan leaden met like, U-turn en taunt en zo. Like, het is best oké tegen Glyph score en tegen A zelf, zeker als het Scarf is. Like, best oké tegen Samu, dus... Een Lando lead had best gekund. Ik ben benieuwd of dit Scarf is daarom. Dat zou heel goed kunnen, als ik ook... I mean, to be fair... Lars heeft insane veel goede scarfers. Ja. Yeah. Dit kan een scarf hebben, Azelf kan een scarf hebben. Alles kan een scarf hebben. Oh, en nu komt er sneeuw. En we wachten waarschijnlijk op de Crabominable die weer inkomt. En dan probeer ik dat te klimmen. Dat is kinda cool hier, ja. Yeah. De bulk helpt je dan. Ja, voor 2 punten in de puntenlijst doet de krab het waarschijnlijk nog niet eens verkeerd. Aan de andere kant, even kijken. Lars moet waarschijnlijk nog een keer vinden om zijn Toxic Orb te activeren. Misschien dat Aaron dacht dat het een Glyphscore lead zou zijn en daarom Crabominable leaden. I mean, to be fair, Crabominable ziet er fantastisch uit naar 2/3 van het team in. Ik heb legit geen idee of die guy, the second... coming, of Jesus Christ. Een bot is of niet, want like, er zijn mensen die zo praten. Probably is het een bot. Probably should I get him out of here, but who knows. Oh, wat dubbel subbies? Waarom heb je ook wel zo genicknamed trouwens, Lars? Fuck off, man. Het masker, I know. Dubbel sub, interessant. Ja. Also, is Lars is niet ge-EV'd om 4 keer te subben, dus dat is interessant. Misschien is hij Pinchberry dan. En Dream Punch. Oké, Lars verliest deze interaction. Probably. En zou je niet alsnog 4 keer willen subben met een Pinchberry? I mean, Pinchberry activeert op 25, dus like, dat is dan 1 minder sub. Je zit op like, 25 plus dan 1%. Dat is het enige wat ik zie als use case voor dit. Voor Pinchberry sets. I mean... Oh ja, nee, klopt. De Crabominable ging ook min 24. Gaan subs altijd min 24? Als je... Ik neem aan dat je het gewoon kan EV'en, net als like rocks en zo. Ja, maar de vraag is of het dan... Oké, ik ben convinced. Shows. Let's get you out of here. You had your fun. Goodbye, Jesus Christ. Ik wil nog even een salutje doen naar Jesus Christ. Your age is over. Het was wel mooi geweest als het eerst, like, the first coming of Jesus Christ was. En daarna de second coming kwam.
Ik bedoel, ja, maar dan zou je waarschijnlijk nog iets anders kijken. Blow kick deed 34. Snowboost, man. I mean, subby voor like Ice Hammer nu of wat? Yep. Yep. Alright, nu wordt Aaron wel kind of geforceerd om aan te vallen, want like, you know. Ja, anders heb je heel weinig aan deze coronable, maar aan de andere kant, wat is Lars' optie? Lars is gewoon, like, rondswitchen op dit ding is kinda eng. Ik weet niet exact of dit iets heeft voor, like, A-Zelf per se, of voor Okidogi per se, maar dan again, waarschijnlijk gaat Ice Hammer gewoon veel doen op beide. Ik bedoel, ik zou eerder denken dat Koldengo is, toch? Koldengo zou ook kunnen, ja, actually ook gewoon is een resist voor de go-step, ja. Waarschijnlijk heeft dit ding... EQ last of zo. Ik weet niet of ik helemaal dat EQ krijgt. Het heeft EQ. Yeah, dan like EQ for sure. Ik weet niet hoeveel drainpuntje op je gaat doen. Ik weet niet of je een drainpuntje leeft als last zijnde. Wacht, was de Second Coming of Jesus Christ daadwerkelijk een vriend van Aaron? Praat hij echt gewoon zo? What the fuck? Maat, ik zei in chat dat hij like. Oh my god, fine, we halen hem terug. Ik haal hem al terug. Komt goed. Gefeliciteerd, we kennen hem uit. He's back. Oeh, Lars. Welkom terug, Christ. Sorry, Lars. Bro. Ik vroeg net of hij het doet of op een bot. En ik was van, bro, persoonlijk kunnen actually niet zo praten. Misschien is het geen bot. En toen stuurde hij het Sandbrink nog een keer. Ik was van, oké, dit is een bot. I'm sorry, bro. Ik bedoel, er zaten kleine verschillen in. Maar ik snap het wel. Want het was gewoon Aaron Speak keer 1.2. Dan ik aan zo'n bot niets anders doen dan zo praten. Anyhow, we zien de Ogrepon stack. Beetje jammer, Ogrepon is een leuke man, maar ik bedoel, je kan probably nog op een andere manier met Slowking dealen. En voor de rest, wat doe je per se met... Alright, Doggy is back. I mean, dan kun je opnieuw Slowking gaan. Like, Slowking heeft 0 damage opgelopen, tenzij je nu Slowking gaat predicten. Even dan... Want het is weer de vraag inderdaad of dit choice is of niet. Want like, Scarf is so bad hier tegen Krab, Gun. Want je kan niks mixen tegen Slowking. Maar wat ga je anders? Golden Go en... I mean Gold. Gold is best goed duidelijk. Make it rain heeft maar één resist. I mean, er zijn twee. Oracle is ook een fire type. En actually Slowking resist dat ook. Maar Slowking kan niks tegen je doen. So, meh. Ik weet niet. Het gaat erom of je like... Met Shadow Ball actually de ding kan killen. Maar Shadow Ball zag er best wel free uit. Want de enige resist is Roaring Moon. En like Roaring Moon hard tegen Gold en Smite is een tikkie eng. Well, I mean, je overleeft vast een D-gleam van een Golden Go, want het... Denk je? Golden Go heeft like 130 special attack, I don't know. Ja, maar Roaring Moon heeft absurde defenses. Ja, maar Spadef, ja. Het heeft best goede Spadef. Ja, Spadef. Het heeft 105 HP, 101 bedaafd, dan overleef je een mondtap. Opnieuw een CC. En de Toxic Chain, oké. Oké, dus de Chain Gang. Second Coming of Jesus Christ is terug. Ja, ik heb hem geunbanned. nee, maar hij is ook daadwerkelijk terug in chat. Onze chat staat vol met Aaron Speak. Ja, de Purple Power. Hebben we Purple Power Niels emote? Nee, hebben we niet. We hebben zo weinig Twitch emotes. Ja, yeah, I mean, volgens mij heb ik ook maar 5 slots. Ik heb niet meer slots dan dit. Misschien kunnen we like Hitman Top een keer weghalen of like de Go Lurk of zo. Maar het zijn allemaal zo'n goeie. Ja, yeah, I know. Het zijn wel like de meest. Het zijn wel iconische lamp. Emotes allemaal, maar misschien kan like Golurk of Hitmon op weg. Want Purple Power is wel een powerful emote, weet je. Het is een powerful emote, maar het is ook alleen toepasselijk als Maagpoker. Goed zo, Rokori, dat is cool, oké. Ik ben benieuwd wat Slowking verder heeft, want like, hij wou niet Slowking gaan. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat hij wat verwacht, want like... Ik denk dat hij misschien een dubbel naar Gliscor had verwacht. Op de
op de krap naar Slowking? Ik weet niet, want ik heb het gevoel dat Slowking Kruiskamp meer kan fretten dan Oricorio kan. Fair. Want we zijn ook niet Oricorio Ghost ofzo, dus we zijn ook niet like, immuun voor façade of zoiets. Misschien een SD, maar dat ziet er ook zo onwaarschijnlijk uit. To be fair, je hebt liever dat je Oricorio getoxicd wordt dan je Slowking. Ja, dat is ook fair. Ook fair. Dus, actually, goede play. Samurott wordt ook best wel flink gepressured door de dubbel fire offense die gaande is. Like, de enige fire resist op het team is Samurott. En like, er is ook nog een Cinderace in de back. Dus like, dat kan best wel eng zijn. Oké, maar hoe hard overleef je gewoon een T-Bolt van Azelf? Want deze Oricorio is niet Scarf. En Azelf heeft 125 attack. Oh, Amerika had die pers over like, deze exacte 1v1. Het was meer van dat Samurott best wel gepressured wordt door Double Fire. Dus. Maar dan again. I get it. Yeah. Oh, Future Sight. Oké. Okay. Oh, dat 28. Heeft helemaal niks. 20. Dit is gewoon like bulky dan, right? Like dat is helemaal niks. I mean, of de Oricorio is zelfs. Weak. Het zou AV kunnen zijn misschien. En dan AV dus al je hazards op Gliscor, maar dat kan I guess. Hoe bedoel je al je hazards op Gliscor? Je neemt gewoon Team Spike niet mee, want Aaron heeft een. Ja, yeah, I mean, je kan gewoon Rocks Gliscor en dan gewoon Caesar zetten. Like, dat is ook al je hazardje. Yeah. Want Aaron heeft een Swallowed en daar moet je bang voor zijn. Dan ben ik benieuwd waar. Ja, maar dan ben ik ook weer benieuwd waar AV voor is. Is AV dan gewoon voor Lando? I guess dat Special Lando kinda eng is. Nee, want Special Lando wordt gewalt door Gliscor, wil ik zeggen. Sylveon? Oeh, nee, Sylveon kun je gewoon met gold. Ja, wat? Het enige wat ik kan zien is dat hij bang was voor, like, Lando in Snow. Want dat krijgt Weatherball, dus dat kan ik misschien zien. Of is Oricorio gewoon echt heel weak? Ja, misschien is het gewoon, like, super bulky. Want, like, die CC die ook helemaal, like, niks, man. 29 op een Oricorio. Die man heeft niet veel bulk van nature. Oké, dit is hyperbulk Azelf of, like, gained attack Oricorio. I mean, surely Azelf heeft op de minst de speed tier voor. Oké, nou hij heeft de Toxic Orb, maar surely Azelf heeft op de minst de speed tier voor like Lando, right? Like dat zou ik ook wel zeggen. Maar then again, je hebt geen Ice Beam, alleen Ice Punch. So maybe not. Ik bedoel. Oh nee, je hebt net niet van nature de speed voor Lando. Dus daar moet je dan. Ja, je moet like Johnny gaan. Nee, je voor gaan. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd wat je gaat. Wat nu probeert in Future Sight te pairen met something. En like Future Sight plus Gliscor is niet een crazy pairing. Like Knockoff gaat niet dat voldoen tegen Slowking. Je wilt echt gewoon kinda weg, right? Want like Ice Beam is best wel threatening. Ja, yeah, maar je kan net zo goed beginnen met een U-turn. Als je U-turn hebt op Gliscor, I mean, gewoon Rock hier is ook fijn. Je wordt niet geo-coated door een Ice Beam. Like, zeker gezien we like, probably al established hebben dat dit vrij defensive Slowking is, met hoe het gewoon inkwam op Doggy. Also, U-turn is. Oh. Dit is fantastisch voor Aaron. Want Aaron kan nu gewoon op Chili Reception. Nee, klikken. Je kunt niet chillen, want dan komt de Future Sight aan. Dus dat wil je niet doen. Ja, tenzij je naar Moon gaat. Ja, je brengt gewoon Moon gratis in. En wat is Lars' antwoord? I mean, als hij Gliscor 1 heeft tegen Moon, is dat niet like, super chill. Maar het kan. Klopt, maar dan moet je nu de ballen hebben om in te blijven met Gliscor. Ja, klopt ook. Maar like, nou wat ga je anders dubbelen? Like, tegen dit ding ga je gewoon. Like, ik denk dat Gold en Sabo nog steeds oké zijn tegen dit ding, uiteraard. Maar beide hebben issues. Like, I mean, actually, Gold is kinda free. Sabo zou nog gescalpeld kunnen worden, maar like, ja. Yeah. Terug naar Sabo. Had Sabo aan. Aaron heeft geen respect voor Lars. Wait, Aaron? What? Aaron, did he forget? Aaron, bro, Aaron vergeet Future Sight altijd, bro. Dit is een maloot. Aaron. Goeie kill, Lars. Aaron, toch. Ik was ook volledig vergeten. Wow, jongens, dit is Arakuda, come on, man. Ja,
Het is vandaag een ABC'tje en we kunnen het verschil tussen de divisies zien in... I'll get a party way. In Chimchar klikken ze geen future site. In... Nee, eigenlijk, ik heb geen idee. Nou, Krab heeft zijn kill, though. Krab heeft zijn kill. Krab heeft zijn kill, oké? Okay? Like... Krab heeft zijn kill. Ja, Krab heeft een Ogerpon, right? Like... Also... Las had dit gewoon al meteen... Sorry, Aaron had gewoon dit meteen kunnen doen. Yeah. Waarom heeft hij dat niet gedaan? I mean, I guess dat Krab niet heel veel punten meer, like, points of entry had in de game. En dit was, like, zijn beste kans om nog iets te doen. Zonder gewoon een sack te zijn instantly, so you know. Het was letterlijk een sack instantly, Niels! Nee, ik bedoel, like, het, ja, hij heeft het hier gesackt, maar het was meer van... Krab, hier een Snow tegen Samu is, like, de beste matchup die het nog kan krijgen op dit punt in de game. So, like... I mean, I guess... Nee, dat is gewoon dat is de reden dat hij hier naartoe ging in plaats van Rogue Moon. Uiteraard was Rogue Moon beter, want Future Sight zat in de lucht, maar... Ja. Yeah. Ja. Yeah. To be fair, ik was de Future Sight ook een beetje vergeten. Nee, ik niet! Ik zei het nog! Nee, ik zei het ook, want ik zag gewoon letterlijk in de game chat Future Sight staan. En ik had zoiets van, oh ja, dat is 2 minuten geleden gebeurd. I mean, ik zei nog wel, like, hoe ga je Future Sight pairen met Gliscor? Like, Gliscor is niet een fantastische Future Sight pair. Like, ik zei dat nog, like, net, maar whatever. Yep. Anyway, eens kijken, like, Lars heeft nog een heel healthy team. I guess dat Oracle wel wat chip heeft, maar verder is Aron ook niet heel veel kwijt. Gold is nog niet uitgekomen, het feit dat hij gewoon geen gold wil gaan tegen gold. Of sorry, tegen Slowking. Laat me toch kinda denken dat hij of super bang is voor altijd chili naar Lando. Like, hij is dan dus gewoon bang voor Lando. Of gold is, like, set up and go. Ik denk dat je probably wel... tegen Slowking bang bent dat het Chili Reception klikt, dus... Lars moet een beetje hazards krijgen. En... de laarsjes verwijderen. Mm-hmm. Scarf Samu zou ook weer een prima breng zijn, want het voorkomt dat... Chili naar Lando free is. En het is ook nog steeds goed tegen Slowking, so... Oké, maar als je bang bent voor Scarf... En ik denk wel dat je bang mag zijn voor Scarf als dit. Heeft het niet de fighting type move? De... Sacred Sword? Ja, yeah. Of heeft het niet? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, yeah, dat zou enorm veel kunnen doen. Maar dit is waarschijnlijk gewoon zeker dat dat is. Yeah. Oh, oké, okay, er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd op... Damn, hij had gewoon krap nu kunnen gaan, dat is crazy. Yep. Ja, wait, dit was ook goed. Dit is gewoon beter positioning. Want je had gewoon, like, kunnen U-turn als hij inbleef, kon je gewoon krap gaan daarna. Maar, oh wel. Okay, dit is de meest obvious weatherball ice van mijn leven, bro. Als er ooit een teken was dat dit weatherball was, was het dit wel. Lars scout hiervoor, like, 1000 keer van de week. Like. Lars scout dit. Lars scout dit 100%. Wij hebben vertrouwen in Lars. Het is nog steeds stroef, though, want, like, weatherball ice, want dan moet je fucking gold of Samu gaan en beide is een beetje awkward, want, like, U-turn. Want we hebben al kind of established dat Samu probably niet Scarf is, vanwege de vorige interactie. Ja, yep. Zonder broek. Ja, nee, de enige manier... Nee, ik denk dat er letterlijk... Nou, de enige manier waarop ik zou kunnen bedenken dat Lando duidelijk weatherball was als het zelf Rain Dance is. Nee, zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Dit is echt letterlijk de meest obvious weatherball ooit. De vraag is, gaat daar gewoon klikken? Bro, je moet ook, like, gaan ezen. Ja, yeah, dit dacht wel. Oh, sub. Oh, dat is... Stroef. I mean, je bent sneller dan dat ding for sure, maar je gaat een hit tanken nu. Maar je bent bulky, ja, Azelf, right? So... Dit is AV. Dit is AV zelf. Ja, voor dit ding dacht ik al. Like, je gaat een AV Azelf voor dit ding. Want, like, Weatherball Lando was actually gewoon heel eng. Like, dat zei ik al eerder dat probably zo was. Even kijken. Azelf heeft gewoon Ice Beam, toch? Ik dacht dat hij alleen Ice Punch had. Oh, het is Crunch? Oh, shit. Het is Physical?
Het is mixed. Het kan ook mixed zijn, ja. Wat ik zeg, het kan ook mixed zijn. Maar dat is heel slecht voor... Future Sight landt nog niet deze turn, dus Aaron kan nog inblijven hier. En gewoon een hit nemen, like U-turn kan gewoon als je dat hebt. EQ is gewoon goed. Also, chip op Samu is so fucking big voor de Ace endgame, want like... Oh my god, like... Actually, Okidoki zit ook nog op 100. Ik dacht dat Okidoki gechipped was, maar like... Who knows? Misschien kan... Like, Okidoki tank nog wel een Ace hit. Heeft Ace triple axel? Nee. Dan, wat doet een Cinderace tegen Gliscor? I mean... Fireball is pretty strong. I mean, het gaat wel een Gliscor! I mean, I know, maar like... Nog steeds. Het heeft 125 defense. Ja, het is physical. Holy fuck, dit is zoveel damage. Oh god. Tank je gewoon de Future Sight of ga je gewoon like Moon nu? Like, twee spikes is not even bad. Like, twee spikes is niet dat slecht. Dus je kan best gewoon... Roaring Moon gaan. Wat is? I mean, er is een Gliscor, uiteraard. Dus gewoon hier EQ is kinda stroef. Ja, poly ziek. Zien we hier een Samu. Of niet Samu, zien we hier een Roaring Moon voor de Future Sight tank. Yep. Mocht Aaron dus niet opnieuw vergeten zijn. Dit keer niet, toch? Dit keer niet, toch? No way dat je... fool me once, shame on you. Fool me twice, what are you doing in Arakuda? Nah, hij vergeet het weer. Ik hoop het echt van... Oké, Aaron zei het al. Crap. Daarbovenop, dit keer zat er ook redelijk kort tussen turn 15 en 16. De vorige keer voelde het echt alsof het lang duurde tussen turn 10 en turn 11. Bro. Oh man, ik ben heel bang te worden voor fucking... Voor fucking Lasses endgame, bro. Want het gaat gewoon gold zijn en go, right? Like, gold is sowieso gewoon plot, super offensive. Misschien zelfs Scarf, like... Het moet iets hebben, want like, het is nooit ingekomen defensively. Als er één ding is wat iemand kan doen, dan is het gold en go. Ja. Yeah. Je zei het zelf. Ja, het moet gewoon inkomen en gaan. Like, ik weet niet of het plot is of Scarf, honestly, want like, beide stats zijn fine. Maar als je like, plot bent, dan ben je like, plot recover vaak. En dan zou je echt wel gewoon met Slowking kunnen dealen. Maar, ja, actually als het Scarf was, dan was het misschien fijn om gewoon... Nee, want Scarf gaat nooit landen ook over, so I guess not. Daarbovenop, om nog een keer terug te haken op de turn 12 Future Sight Forget. Turn 10, een Ace op 28 zien nemen van wat dan ook is kind of een shocking event. Dus daar zal alle aandacht heen zijn gegaan. Ja, yeah, maybe. Zal wel een kalk naartoe zijn gegaan. Yep. Ik weet niet wat Orokoi nog gaat doen in deze game. I guess als je een flying move hebt, heb je nog oké met de Gokidoki. Like, als je echt heel bang bent, kun je het gewoon sacken, I guess. Maar like, vertel je het, gaat Aaron nu gewoon Sacred Sword mashen. Want like, Sacred Sword plus Future Sight covert wel gewoon, like... I mean, het covert Slowking niet, maar je gaat niet Slowking nu. Ja, het is een 50-50. Nee, yeah, I mean, Aaron kan ook gewoon zeggen, ik neem deze hit. Want like, geen Aqua Jet Samu meer is wel heel nice voor Ace. Daarbovenop denk ik wel dat je deze hit ook makkelijk eet, ook al... Oh, je eet de Future Sight for sure, maar like, je wordt gewoon in range gegooid van like Scarf Goldango of like... Dat soort Honestly, het is gewoon Scarf Gold, right? Want like, ik weet niet eens of... Gliscor je kan raken. Like, als Gliscor like knock-off toxic EQ is, dan like, kan hij niet raken. Oh, het is de EQ. Oh, dat denk ik best wel. Dat is een Ace-elf. Ja, ja, ja. Maar ik ben benieuwd of deze Gliscor actually je kan raken. Like, nogmaals, als het gewoon like toxic EQ knock-off is met rocks, dan kan het gewoon niet sub-Lando raken at all. Maar er is geen snow, dus ik weet niet of het andersom wel kan. Breaking Swipe? Oh, dit is voor Didi. Oh, dat is cool. Dat is voor Didi Moon, I guess. Dat is kinda cool. Maar wait, ik heb nu alleen maar het gevoel, nog meer het gevoel dat Lando dit gewoon wild als het subt. Dus nu chillen je... Oh, dit is zo bad, want je chillen het gewoon opnieuw naar Lando. Ja. Ja, hey, ik denk niet dat Gliscor iets kan tegen Lando. Ja, gewoon rocks. Oh, Scald, sure. What the fuck? Holy shit. Dat is 66? Wat? Gliscor heeft 75 per def. I mean, fair, maar like, je gaat vaak gewoon max HP en like, Slowking invest niet in Spastak. I mean, het heeft nog steeds like 18 of zo, maar...
Gee. Ja, en het is Stap. Ik vind dit niet een verbazende rol, Niels. Ik heb wel. Deze man eet fucking hydro's. Like, dat is Gliscor. Die man eet gewoon hydro's. Ja, van, like... Die man eet coverage hydro's. Nee, like, rode wash hydro's. Dat doet hij al sinds Gen 5. Nee, dat is kind of wild. Ik had niet zoveel damage verwacht. Dus, I mean, like, gewoon Mega Fist Death snap ik ook. Want, like, Ace is eng. Ace is zo fucking eng trouwens. Holy fuck. Like, Samu op half, Gliscor op half. Samu is mega, of fucking Cinderace is mega eng. Oké. Okay. Ik is ben benieuwd waarom we niet chillen in Lando, though. Want we kunnen subben tegen dit ding. Want Rocks plus Lefties is nog steeds boven 25, dus we kunnen naar Lando gaan. Je kan enigszins naar Lando gaan. Ja, ik weet niet waarom we niet... Als je naar Lando wilt gaan, is dit de turn. Also, dit is Protect, bro. Wat is de laatste move? Gewoon EQ? Dit ding kan niet met Lando achter sub dealer, right? Like, Breaking Swap killed niet sub, there's no way. Breaking Swap nooit sub. Nee, there's no way. Ik zou het knock, maar... I mean, als je knock had, had je het wel... Nee, I mean, knock gaat ook niet sub breken, honestly. Like, it probably won't. Hetgeen wat mij het meest verbaasd is, ziet Toxic er niet fantastisch uit hier? Ja, Toxic ziet er heel goed uit tegen Lasse's team, maar je bent niet Toxic last, right? Like, mono Breaking Swipe. I mean, I guess dat kan, want je Toxic't gewoon Roaring Moon en dan kan je niet, like, DD killen, want je Breaking Swipe voor eeuwig. I guess dat ik het kan zien. Ja, maar ook, Toxic is eigenlijk een gevalje van, oké, je raakt er Cobalion en Swallowed niet mee, maar... Dat zijn nou niet bepaalde mons waar een Gliscor eng voor is, dus gooi gewoon EQ Toxic. Nou, ook maar wat we... Geen burn. Gelukkig geen burn. I mean, dit is gewoon desperation op dit punt, right? Want like, dit ding is niet eens goed tegen Slowking. Het zou kunnen dat het nog heeft. Heeft het nog? Probably, maar like... I'm getting... Yep, chip. Geen psychic move. Weer een skull burn gedodged. De volgende knock gaat niet killen, by the by. Dus we gaan gewoon... Chillin en Lando voor de kill. Oh, Ace ziet er insane uit trouwens. Alles zit op half. Ace gaat echt compleet insane. Ja, Gliscor 1 hit. Makkelijk. Oké, en wat gaat dat terug doen, Luke? Wat is de moveset? Geen idee. Iemand heeft gekookt. Ik heb Lars volgens mij met Luke zien zitten teambuilden. Dus, you know... Oh, wacht, Luke is ook Arakuda, huh? Yeah. Ja. Luxter is Arakuda, ja. Ja, you know. Gewoon hard Oricorio, B-Jab. Wow, dat had hij gewoon. Ja, dit is gewoon like bulky Oricorio for sure. Oh. Ja, de B-Jab had gekillt, toch? Ja? Yeah, B-Jab was probably een kill. Nee, want de knock-off deed 50. Trouwens, ja, het wordt gebufft naar 97, Pidgeup is maar like 90, yeah, never mind. Is Pidgeup 80 of 90? Pidgeup is 80 zelfs, right? Ja, dus yeah, zelfs nee, dat was never een kill. Maar misschien een poison. Ja, yeah, maar ik bedoel, lastig niet klaar om geen poison dat twee skulls skullburns gedodged te hebben. Al, I guess dat dit ook clear, nee niet clear amulet, de fucking cover cloak kan zijn. We hebben nog geen item op Okidoki at all, dus het kan best covered zijn. Oké, maar... Claimt Oricorio nu niet gewoon een kill? Nee, want fucking Gliscor eet gewoon. Maar ik weet niet of Gliscor dit ding kan damagen. So, like, dat is dan de tweede vraag. Ik bedoel, given de A zelf damage, denk ik dat Gliscor net overleeft. Maar je kunt die damage op Gliscor niet voorlopen. Nee, maar like, Samu is hetzelfde vooral, want like... Ik weet niet wat de Ace set is, maar als Ace sukker heeft, is dat dan misschien oprecht gewoon een kill op Samu als like op 20 zit of zo. Samu kun je het probably op voorloven. Want wat is de Samu nog waard? Priority voor Ace? Ja, yeah, priority voor Ace, like Jet is heel nice. Like, weet je niet wat gold is, maar als gold gewoon like Scarf is, want ik denk dat het gewoon Scarf is op dit. Nee, is het Scarf op dit punt? Ik heb geen idee. Like, we hebben het nog steeds niet gezien. Dan zou hij al een keer komen zijn, toch? Gewoon Revelation Dance. Geen kill. Het killt niet. Alright, oké. Okay. Okidoki kill. Cool. Nu ben ik echt heel benieuwd. Gaan we gewoon Moon?
Ik ben heel benieuwd. Lando toch? I mean, Lando kan ook. Maar je kan nog steeds, je kan niet Gliscor raken, right? Want je hebt gewoon Crunch en Weatherball last, probably. Dus je kan niet Gliscor raken. Oh, true, actually. Hey, daarom dus dacht ik gewoon dat er een Chili zou komen naar Lando, maar like, dat kwam maar niet. Dus ik heb geen idee. Ook de Chili is heel erg questionable. Dat zou eigenlijk een Cinderace komt in kunnen zijn. Bro, Ace cleant zo goed, je wilt niet nou gewoon Pyroball missen tegen dit ding. Dan klik je een andere move, het zit yeah, op 12%. I guess. Ik weet niet of het nodig is om nou Ace te gaan, I guess dat kan. Oké, hier is de... Ik weet ook niet hoe je hiermee dealt, man. Like, hoe deal je er nog mee? Ik luister is zo laag. Like, het kan niet inkomen nu. Like, iets gaat dood. I mean, probably gewoon Ogidogi, maar... Ja, Ogidogi gaat dood, want wat doet het nog? Behalve de Slowking Threat. Nee, het is langzamer dan de Lando, het is langzamer dan de Ace, het is langzamer dan de Moon. Deze man heeft geen waarde meer. Nee, dat klopt natuurlijk. Like, dit wordt gewoon gesackt, maar... Dus, man, ik ben benieuwd. Aaron moet hier gewoon aanvallen. De vraag is, welke aanval klikt hij? Want je gaat hier niet DD klikken. Als nee, DD is crazy. Klikt, ben je een crimineel. U-turn gaat ook niet killen. Zolang je kan ook niet U-turnen. Gewoon Crunch. Crunch. Helemaal prima. Geen knock. Okay. Interessant. Dan probably Gliscor. En probably in Protect. Ja, Protect voor like, meer healing, want je hebt alle health nodig. Want zodra... Like, misschien kun je dit ding 1v1, maar daarna komt Ace. Altijd. Wacht, waarom... Waarom ga je Breaking Swipe? Je kan ook Skillshot gaan. Breaking Swipe lowert de attack van Roy Moon. Ik denk gewoon dat het idee is. Dat je gewoon, like... Het kan attack stallen zo. Maar je doet niet veel. Je hebt 95 attack. Je hebt geen stab. De move is 60 base power. Okay, ik ben heel benieuwd of Aaron gaat DD'en tegen de Protect of niet. Want als hij je nou gewoon toxic is, het, like, dan is het kind of goal. Want dan ga je Protect de next turn en zo. En dan word je gebreking swap de hele tijd. Dus like, als hij nou gewoon toxic is, dat ook like, kind of heel bad. Slowking is nog steeds viable. Toxic. Ik denk dat hard slowking gaan niet vreselijk is voor je. Ik ga zeggen: Breaking Swap, Stealth Rock, Protect, Toxic is niet een set. I mean, I guess. Want daarmee raak je ook de Cobalion niet. En... Ja, oké, de Swallow niet, maar de Swallow carry niet om. Maar... Op dit moment zit Cobalion hier gewoon op. En als de Cobalion like... op een Gliscor zit, wat ben je aan het doen? Maar like, Cobalion kan niet gold raken at all, dus like, dat is niet super erg. Als Cobalion zou komen. Want Cobalion heeft een EQ, so je kan niet gold en go raken. Ja, en je kan ook niet... Je kan ook geen funny business tegen gold doen, want het is gold and go. Ik weet niet wat gold is, bro. Like, ik weet niet wat de set is hier. Het is nog steeds niet ingekomen, dus like, het moet gewoon puur offense zijn. Misschien Scarf Shadow Ball? Ja, ik wil zeggen dat Scarf wel use case had gehad op dit punt. Like, ik denk bijna dat het gewoon spec is op dit punt. Maar het komt gewoon nooit in, dus we weten het niet. No way dat het spec is. Tegen Cinderace en Landorus. Ja, en Moon. Ja, I know. Ik zou het ook insane vinden. Maar het komt maar nooit uit. Dus like, make it rain kill toch niet vanaf deze range, I presume dan. Of Dazzle Gleam of anything. Maybe maar, is en again, je kan geen Scarf Dazzle klikken nu, want dan komt Ace in. En dan klikt het gewoon Pyro, Pyro, Pyro de hele tijd. Ja, ik denk dat het... Maybe is het Culber of Okka? Oh, Okka zou je legit kunnen saven. Als je T-Wave Okka bent, en dit is EQ. We crunchen gewoon. Breaking Swipe, Attack Drop. Je leeft nog een Breaking Swipe, I guess. En, maar je leeft ook nog een Crunch. I mean, ja, super, want Attack Drop. Ja. Yeah. Ik denk dat je maar na Hazards... Ik denk dat je na Hazards nog steeds niet in range bent van Sucker van Samu. Maybe. Dus ja, gewoon dit ingaan is fair. Protect. Maar heeft... Okay. Losses. Las is een coward. Gaan we chillen? Gaan we scalden? Scald is niet dat goed, honestly, meer. Gewoon protect, chilly. Gewoon scald, oké. Okay. Nee, dat is correct. En honestly? Dan gaan we nu gewoon Samu op scald, ja. Sack Samu. Nou, daar is een burn.
Oh, het is Lim. Oké, okay. Sure. Heel cool. Ja, nu moet hij iets stacken. Want hier heb je niks voor. Maar je stackt de moon, toch? Het is vrij voor move keuze, maar dat betekent ook gewoon dat je sneller bent met alles. Ah, Gliscor is nog steeds een probleem aan het worden, actually. Ik denk dat je cloaking mag stacken, want like, Gliscor is legit nog een probleem. Nee, yeah. Ik denk dat de roars, dat de moon stack de line is. Ja, maar dan, je wordt gejet daarna. Oh, je stackt cloaking. Ik weet, eens nadenken. Gewoon ace nu. I mean, je wordt gejet nu, maar like, wat ben je als... Hoe kill je Gliscor? I mean, Pyro gaat nog steeds pijn doen. Like, Pyro doet pijn. Op een max defense Gliscor? I mean, likely max defense, ja. Yeah. We hebben ook geen Wordable Ice meer, dus ik weet niet of fucking Lando het ever kan killen, maar like... Precies. Bro, Lando is nog steeds een sup available. Dus dat is het ding, like, Gliscor kan ook niet Lando checken at all. Dus als het gewoon Gliscor last is, dan wint Lando altijd, no? Want het kan niet Lando subbreken at all. Ik zie heel je genoeg lefties in die tijd. Probably not. Ik denk dat je met twee breaking swipes de sub killt. Ja, yeah, jullie hield niet genoeg lefties, so like, dat is best wel rough. Maar je wordt ook gecrunched, en je kan niet protect, want dan krijgt hij weer lefties. Dus wint Gliscor hier niet gewoon? Nee, ik weet het niet, want like, je moet altijd een ace hit tanken, want like, ace kun je niet killen tenzij gold. Ja, maar dat... That's fine, want hier komt Gliscor in. Je klikt protect, want je helft terug. Oh, core change was ook cool. Ja, I mean, dat doet gewoon stealth rock. Is dat genoeg voor like... 48 is dat crunch range? Nee, 48 is nooit crunch range, you know. Want like, Gliscor zit op 60. Oh, kun je niet echt zien, want like, mijn layout, maar... Gliscor zit op 60, dus like... Core change deed niet in de range gooien van crunch. Ja, yeah, crunch is 36. Het deed, ja. Yeah. Dus... Ik heb het gevoel dat Gliscor hier nu gewoon de win claimt. Want het komt in, het klikt protect, het klikt breaking swipe, het klikt protect. Ace mag ook niet gaan SD, I guess, want dan word je normal type. I mean, I guess dat kan, maar like, SD is inderdaad de move die de game nog wint. Oh, het is SD. Ja, er wordt voor gegaan, maar het is een breaking swipe. Oh, het is ook geen, het is Blaze. Het is Blaze. Oh. Het is Blaze, oh shit. Oh man, oh fuck, heb je echt geen EQ? Ik denk dat dat echt geen EQ is. Maar je 20 op Cinderace. Dat is zo weinig damage, ja, dat is zo bad. Wie heeft deze breaking swipe gekocht? Wie move Lando nog niet bekend? Bus klopt, bro, maar... Scarf, wait, legit. Als dit te veel gechipt wordt, hè, Scarf Gold wint. Ik denk dat Scarf Gold met Make iedereen actually wint als dit te veel gechipt wordt. Niet met Shadow Ball? Ik denk niet dat je Moon killt, ever. Dus je moet mega trainen. Oh, het neemt ook spikes, hè, fair enough. Ja, yeah, maybe wint Shadow Ball, actually. Scarf Shadow Ball wint, maybe, yeah, damn. Ja. Yeah. Tenzij dit nu aankomt zetten met Trailblaze. Oh, yeah. Of Flame Charge. Dat een boel. Oh, het is EQ. Oh, dat killde. Is EQ? Moon kan dit nog niet killen. Want het gaat protecten nu. Dus tenzij Moon ook DD is. Ja, nee, dat is... Is dit game? Heeft Lost de bounce back? I mean, het moet Scarf Gold zijn. Maar ik denk dat Scarf Gold is. Like, surely, man. Ik bedoel... Hoe gaat Lars... Hoe gaat Aaron dit killen? Met een 50 base power weatherball? I mean... Ja, Crunch gaat niks doen, hè. Ja, Crunch gaat niet genoeg doen. Misschien is het Outrage? Zelfs dan. Maar ja, dit is gewoon een goede game. Hoop vreemde lines. Breaking Swipe Rocks Protect EQ. Ja, yeah, nee, respectable. Honestly, I kinda like it. Best wel cool. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En EQ had niet gekilled. Like, EQ had niet geokerd van 100, probably. Dus de Breaking Swipe was actually gewoon heel nice daar. Ja. Yeah. Je houdt ook nog wat health over. Ja, oh, nee, oké. Okay. Oké, nee, geen zorgen, Luke. Je hebt daadwerkelijk wat gekookt. Ja, Moon gaat ook gewoon dood en swipe. Dus like, Moon krijgt één hit af. Like, maybe een crunch en gaat dan dood. En Gold wordt nooit geokerd. Dus, actually, wordt Gold geokerd de EQ van Lando, je think? Probably. Like, surely EQ van Lando killed gewoon een Gold.
Ja, Protect. Is dit D-Dance? Ah, geen D-Dance. Oh, Lock-Off gaat wel meer doen dan Crunch. Ja, maar dat is like 20% meer. Ja, dus probably nog steeds een is... deel. 42? Oh my god, bro. Reken swipe. En dit was gewoon dan Protect voor eeuwig. Ik denk niet dat... I mean, Lando krijgt een sub. Mineral Pog. Oh, Lando kan niet subben meer. Wait, oh, want je krijgt geen lefties. Nee, lefties krijg je pas volgende turn. Oh shit. Maar je protect gewoon als lastig en dan krijgt hij wel een sub. Oh, dat is lastig. Je klikt hier niet. Tenminste, we gaan uit. We gaan uit van. Scarf Gold. Of ja, als het Scarf Gold, gold is, dan is het over. Ja. Yeah. Het kan ook Balloon Gold zijn en dan ben je probably ook. Yeah. Last even sub. Bro, I'm gonna even sub. Oh, Bulk Gold? Oh, wait. dit hield niet genoeg, bro. Wait, dit hield. Wacht, hij is. But... Wait, kan hij gewoon bulken dat hij gewoon 0 meer doet? Wait, dit deed maar 9. Ja, dat kan je niet. Oh shit. Oh my gosh. Bro, het deed 7. Hij hield nog steeds niet genoeg, bro. 1 crit en het is over. Dat is 1 crit en het is over, maar dit is hype. 5%? Oh my god. Maar bro, hij hield ook nog zoveel procent terug, Lars. Maar hij kan ook sub nooit meer breken, zodra die één keer sub gaat, hij ook nooit meer kunnen breken. Uh-oh. Ik hoop echt voor last dat deze Goldango Scarf is. Nee, like, ik denk nog... Aaron heeft heel veel turns nodig om dit te kunnen flikken. Nee, het maakt niet uit. Oh, hard gold nu. Alright, okay. Als Scarf gold okay, is gewoon over. Het is Scarf. Het moet Scarf zijn. Sure, no scarf. Way dat dit niet Scarf is. Last is wel GG, is gewoon Scarf. Ja, het is gewoon Scarf. And I have to make it rain. Oh. Ja, GG. Dang. Waarom vroeg Lars het nog? Had hij niet genoeg speed? Aaron vroeg het. Ja, Aaron vroeg Scarf, maar... Ja, I mean, the game was all over, maar whatever. Als Aaron daar had gecrunched... Had niet gekilled. Hij moet EQ'en voor een kill. Oh, klopt. Honestly, dat EQ was een insane fucking play geweest. Ja. Je had het actually kunnen doen, legit. Als Aaron een sub weet te krijgen... Oh, dat is waar. Als Ace gewoon een sub had als Ace had gecordchanged, dan kon Lando subben. Dat klopt actually, ja. Yeah. Oh, true. Dan had hij kunnen subben, ja. Yeah. Dang, dat was een goede game. Maar uiteindelijk? Lars met een 2-0. 2-0 van Lars, ja. Yeah. Damn. Heeft weer wraak genomen op Aaron van playoffs afgelopen seizoen. Waar Aaron wraak nam op Lars van Lars afgelopen seizoen. Lars Nee, verloor Lars van Aaron? Oh ja, Lars verloor van Aaron, ja. Ja. Ja, ja. Oh, maar actually, je bent geen weatherball dus op Lando. Maar het is nog steeds goed dat Lars scouten voor de weatherball, want dat was zo telegraafd. Maar, Bulkup sub wint ook van Gliscor, I guess. Ja. Yeah. Uiteindelijk. Ja, yeah, uiteindelijk. Aaron was Adamant 1-2-4. Ja, maar dit is lastig, want like, vanaf een bepaald punt was Scarf Gold al een flink issue. En like... Daar helpt... Ja, yeah, I guess dat Chili naar Lando had misschien eerder... Nee, Chili naar Lando zonder Weatherball doet niks echt voor je, nee. Hoewel, als je meer health voor Lando, dan had je gewoon kunnen... Ja, want als je chillet naar Lando, dan krijg je je lefties turn nog, want de turn is niet over. Dus je had dan kunnen subben, gewoon op dat punt. Yep. Like, gewoon hier bijvoorbeeld, als je hier had gechillet naar Lando, dan had je nog een lefties gekregen, like, na de rocks. Dus dan had je eens kunnen subben tegen dit ding. Maar, I mean, dat is nog steeds geen guarantee win, want like, je kan de sub breken met fucking Aquajet, Samu, zo, so, yeah. Moet Samu wel Aquajet hebben. We weten niks over de Samu, behalve nee. Schistless Edge. Nee, wat basically betekent dat we niks weten over de Samu.
Alright, verder op de planning. Zijn er Last Fluent en Jesse, I think? Is dat onze volgende game? Volgens mij wel. Ja, Last Besplunder tegen Jesse. Nou, we hebben de eerste match van Koala gezien. Dat was een match die bestond. Salutations. Goedenavond. Yo, Last, hallo, hallo, hallo. Hey, ik voel me af of jullie vragen hadden over de match. Ik heb niks op stream gezien. Als je me nee, we zijn gewoon een beetje aan het jappen. We nemen aan dat je wel gewoon priority had op, like, Samu. Sucker, yes. Oh, je had geen jet? Sucker. Ik had geen jet. Oeh, dat is kind of eng voor Ace, maar oké. Okay. AVA zelf? Yes. Excellent. Voor like Lando met Weatherball zeker of niet? Nee, gewoon dat ik Lando Hardwall en Oricorio. Ja, maar we waren zo van, like, gewoon een special Lando met Weatherball ziet er best wel lang uit. Dus vandaar dat ze daarvan, ja, dat was de conclusie waar wij mee kwamen dat Ace zelf AV zou zijn. Maar gewoon in general is het ook goed, ja. Yeah, I mean, ik had inderdaad de Weatherball tech overwogen. Uiteindelijk nam ik kinda aan dat bulk-up hier beter was. En gezien die dat was, kwamen we tot dezelfde conclusie, I guess. I mean, nog steeds goed. Je kon scouten voor de Weatherball, like, early on. Want, like, geen reden om het niet te doen. Oh, 100%. Als ik, als ik de Toxic op Sloking had gekregen bij die turn 1 CC, dan had ik genokt. En dan was de game gewoon over geweest. Dat was mijn hele game 1 plan, maar toen chillde die. Oh, en oh man, Crabominable, ik ben heel blij dat we allebei de Future Sight vergaten, want anders... Ja, dat als denk ik. Als hij naar Moon was gegaan, ja. En hij like, pakt de U-turn, de rol, want het is een rol. Oh man, fuck. Dan is de game super stroef. De game zag sowieso niet heel erg lekker uit. Volgens mij heb ik nauwelijks gemisplayed, alleen Aaron heeft gewoon altijd goede prep, het is gewoon moeilijk. Ik heb... Like, op een gegeven moment, halverwege de game, ben ik gewoon volledig om Core Change heen gaan spelen. Like, ja. Ik heb alles gedaan. Like, ik heb Mons misschien gesackt, waar mensen van denken van, oh, dat is niet optimaal. Maar, like, het enige op mijn visie was, ik mag niet hem laten Core Changen, want dan verlies ik de endgame altijd. Ik denk de enige echt heel curious sack was de Crabominable. Ja. Yeah. I mean, dat sowieso, maar, like... They forgot, it is fine. Maar, we waren it's been a pleasure talking to you, maar de stream gaat door. Oh, is de volgende gamer al? Ja. Oké. Nou, dan ga ik er weer vandoor. Of, als jullie wel een opkomst willen hebben, is het ook goed. Maar ik neem aan dat ik gewoon vandoor ga. Was gezellig. Ik hoorde dat mensen op Breaking Swipe haten, daar wil ik het best nee, wel over. Nee, we vonden het een coole set. Ik was echt geen fan. Het was haten tot op een gegeven moment het was van, oh nee, dat werkt gewoon. Ja, nee, en dan... Shit. Het is de enige manier om DD Roaring Moon te 1v1'en. Ja, nee, dat zei ik ook al. Je hebt een knight voor DD. Ja. En als het geen bulk-up lander was, dan 1v1 je dat altijd. Maar ja, het was wel bulk-up, dus dan wordt het awkward. We hebben het er een bol over gehad. Like, we waren ook heel erg Scarf Gold aan het leanen, want het was van, like, gold wordt defensief niet gebruikt. Deze hele game, het moet Scarf zijn. Maar yeah, Niels, nieuwe match. Yes, nieuwe match. Hey, Las, GG's man van harte, 1-1. Like plus 1 differential, moving up in the world. Plus 1, verloor ik niet O2. Oh, verloor je O2? Like, my bad. Dan de plus 0. Yep. You'll get there, no worries. Plus 0, maar je staat nog altijd boven Aaron, want Aaron ging min 1. Fine, je verliest gewoon van de random week 1 en dan beat je gewoon Aaron. Dat is gewoon de vibe, weet je? Ja, en volgende week mag je tegen Farid. Veel succes. Er is een Charmeleon op mijn scherm, what the fuck? Oh, hij is voor de tech gegaan, jullie weten niet. Anyway, veel plezier met de stream nog. Ik ga ervan door. Yes, later Slas. Thank you. Alright, dus like, het is gewoon like de Nuke Charizard Solar Power Garbage. I mean, ik zou denken. Ik kan niet wachten tot deze fucking overheat in Solar Power fucking 20 gaat doen op de Raging Bolt. Ja, heb je al andere muziek opgezet? Oh, ik zet even andere bellenmuziek op. Ja, my bad. Even kijken, we zien de lead van Rillaboom tegen Lando. Lando kan, like, U-turn. Rillaboom kan. Classic Rillaboom dingen zien. We zien een Sun team, we zien. Een Rain team zonder Rain. Parts. Waarom? Cassie. Dit is ook wel echt een heel erg VTC-coded team, behalve Skarm.
I guess. I mean, like, Ogerpon en Regivolt en Lando zijn gewoon goede mons. Ja, Sylveon ook. What the fuck? Firefly, welcome to Chen Chao. En de knock-off heeft geen bonus damage. Oh my god. Bro, je had gewoon kunnen U-turnen, dat deed ook goede damage. Wat een eikel ben je. Hey, soms wil je gewoon geen item hebben. Whatever, bro. Turn 1 fly, fantastisch. Hey, beter dan de turn 100 fly. Oké, eigenlijk niet. Our Earp fly. Heb je echt geen... Je hebt Sludge Wave. I mean, met physical, what? Luke, come on, you don't get it. I don't get it. Anyway, Rillaboom meteen laag hebben is kinda nice, I guess. I mean, om heel eerlijk te zijn, Rillaboom revenge kill toch niet echt iets instantly. At all. Like, I guess dat het goed tegen Sylveon was offensively, maar like... Ogerpon neemt nog wel een hit en zo. Ik bedoel, zelfs tegen Sylveon kom je niet zo makkelijker doorheen. 95-60, dat is ongeveer Ogerpon bulk, maat 80-84. U-turn. Oké. Hier hebben we de U-bocht. Maar gewoon Rillaboom bij je houden is nog wel nice, want Grassy Terrain helpt nog tegen Lando. So, I get it, dat is nog wel nice om te hebben. Bolt Walted. Oh, dit, bro, dit is zo bad. Dit is zo bad. Dit is niet een goed begin voor Lars. Nee, not at all. Maar like, Lars kan een L pakken. Hij heeft vorige week gewonnen van Envy. Ja, dus like Heatran nu? Want like, dat is je Dragon Resist. Ja, maar je kan ook gewoon fucking Charmeleon stacken omdat het niks doen. Ik geloof in Ninetales om een hit te lezen. Yeah, I mean probably, maar like... Ga je iets terug doen? Nee. Hard Tusk? Oh bro, I mean het kan, want Electric... What the fuck? Ancient power. Jongens. Jongens. Oké, anyway. Er is een Skarm altijd. Ja, ik ben benieuwd wat je bent. Doe je mijn booster attack? Ben je gewoon like bandit? Want like, dat heb je kinda nodig om Skarm actually te verslaan. Als je geen... Nee, je bent lefties. Oh, het is al lefties. Oh, het is al revealed lefties. Huh. Yep. I mean, I guess dat ook gewoon goed is. Je kan bulkuppen en spinnen en zo. Precies. En Raging Bolt gaat dit niet killen. Skarm, gewoon nog. Dat is fucking weak armor. Oh, dat is cool. I like weak armor. Dit is een offensive Skarm. Ja, yeah, I like weak armor. Dit is cool. Maar nu kun je gewoon Braveheart vetten. I like this. Dit is cool. Oké, maar Braveheart gaat niet killen. Bandit CC had je volgens mij gewoon geo-code, maar you know, daar hebben we het niet over. Dat is probably alleen omdat het een offensive Skarm is. Ja, yeah, nee, precies. Dit ziet er niet uit als Skarmory damage. Ditto, wat doe je hier? Nee, want Ditto is zo. Like, Ditto is goed als Roaring Moon gaat boosten. Zoroark, wat doe je hier? Like, je bent niet gedraft. Je zit niet op dit team. Je moet jezelf revealen. Dit is niet mijn Skarmory. Nee, offensive Skarm is kinda cool. Ik denk dat defensive nog steeds mega was voor Rillaboom en dit ding. Maar like, I guess dat je gewoon overwhelmed wordt, right? Want als het bulk up is, dan you just like lose. Zo, dat snap ik heeft ook wel. Heeft Skarm niet daar taunt voor? Je bent langzamer. Ja, maar het krijgt maar één bulk up dan. Ja, oké, maar je kan niet meer damage en zo. Like, it is kind of bad. Je kan het niet meer damagen, je kan het wel uitvouwen. Ja, je kan whirlwinden, maar dat is gewoon een probleem voor later. Like, Skarm is niet dat goed tegen... Like, je hebt Iron Defense nog, maar... What the fuck? Iron Head? What are we doing? Waarom kill je dit niet met CC? De eerste CC-loze Tusk aller tijden? I'm boos. Hoi boos. I'm joining you. Het boeit niet. Deze mod kan niet Heatran killen. I don't care. Drill run. Oh, kut. Het heeft drill run. Nah, no way je drill run hebt. Nah. Je hebt plus 2. Oké, Roaring Moon 8 dan ofzo? Like, surely Roaring Moon 8. 100% dat je hier... Actually? Ja, nee, ik hoop dat je Airballoon Heatran hebt. Airballoon Heatran, oh my god. Airballoon Heatran is oprecht een goede bring hier, though. Want, like, er is een Lando, so, like, het is helemaal geen slechte bring. Maar er is ook een Ogerpon. Die iedere keer... Oké, het mag niet iedere keer op je inkomen, want dan wordt je gerillowed. Maar het komt je wel ponken. Magma Storm doet veel in Sun, huh?
Like, en de trapping damage, was al lava bloom burn en zo, like, sheesh. Maar ook Ogerpan is sneller. Ja, yeah, maar like, oké, okay, yeah, sure, like, als revenge killer, maybe, maar met Sun, wat ook nog de IV cudgel damage vermindert, like, aan nou, zo fantastisch, voelt het niet eens. Hey, misschien is dit EVO like Charmeleon. En doet het nu wel wat. Eet het deze drill run? Ik heb geen idee wat gaande is. Ik weet niet waarom de... Ik weet niet wat... Kratusk wou predicten daar. Want, like... Sylveon. I mean, ja, yeah, oké, okay, dat snap ik. Maar, like... Je bent booster attack. So, like... Who cares? Also, het is heel obvious dat deze Skarmie gewoon wilt... killen, right? Skarm was doodgegaan, yeah. Trouwens. Ik vind het insane dat Jesse daar SD'de. Het was doodgegaan aan een CC. Oh ja, 100%. Oud balloon. Oké, okay, niks aan de hand. Het was ook waarschijnlijk doodgegaan aan een... Oh nee, het was niet doodgegaan aan een knock. Nee, zelfde damage ongeveer. Dezelfde damage precies. Ongeveer, dat is een roll, Luke. Come on. Ah, true. Zelfde roll precies. Zelfde ja. Roll precies. Maar Tusk dood is kinda goed voor Bolt. Like, electric move is zoveel beter nu. Flashfire zijn is rough. Waarom ben je Flashfire gebouwd? Welke fire type heeft Jesse? Die zoeken we op. Want, like, Flame Body is nice for Ogre. Actually, nah, niet. I mean, I guess for... Rotom Heat. Oh, Rotom yeah. I mean, I guess. Ja, nee, dat had Flame Body kunnen zijn. Ja, yeah, I mean... Je moet tegen Ditto, like, het is kinda niet een Flashfire angle als je een Ditto moet. Nee, het kan Flashfire zijn, want dan kan je Fire Move... je kan Fire Move, Scorching Sand, Stealth Rock Taunt of zo zijn. Power Jam, interessant. Ja, nee, nee. 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 Ik bedoel, geen balloon meer. So, like, dat is goed voor Lando. En dat is, I mean, er is nog steeds terrein, zo. Cool. Like, is gewoon gaan power. Dit is gewoon Scarf, right? Like, dit is een Ditto. Dus, yep. Like, wait, je hebt geen Power Gem switch in het al? Damn. Roaring Moon. Ja, yeah, ik kan Moon gaan, maar Moon moet dan EQ hebben om dit te killen. Oké, okay, Hard Ninetales, sure. Dat deed heel veel pijn. Heb je een move? I mean, je hebt Scorching Sands, actually. Maar het is Scarf, dus het is sneller. Ja, yeah, het is sneller, actually. Yeah. Ik denk dat dit een klassiek gevalje ook is, dat I mean, Last misschien nu moet gaan... tegen... Dit alleen al... I mean, je krijgt nu Moon. Oh, Jesse switch gewoon uit. I mean, dat snap ik. Actually, dat is goed. Nee, dat is slim. Dat is slim, slim, slim. Dat was een crit. Sheesh. En een burn. Called. Damn. Nee, ik ben actually het eens met deze play van Jesse. Want je wilt niet gescharpt zitten in Power Jam. Terwijl Dings kan gaan DD'en dan in je gezicht voor free. De Moon. Dus ik ben een fan van deze play, honestly. Ik ben het... redelijk eens met een aantal van Jesse's actually, ik was voor Sylveon gegaan, actually. De SD op Skarm was nimmer nooit, maar... Nee. Hey, props, it worked. Welcome to Chin Chow, I guess. I mean, je hebt de Dusk gekilled, I guess. Nog een Scorching Sands. Volt Switch, yes, free. Niet veel Volt Sun turns, maar honestly, Sun hielp je net zoveel als dat je hinderde, so. Ik denk, honestly, dat... dat niet veel uitmaakt. Dit is goed, want nu komt Moon niet in voor free. Nu komt gewoon, like, Lando. Of niet Lando, nu komt Heatran weer in. Waardoor je, like, weer Ditto kan gaan proberen. I mean, Ditto neemt wel 55... Like, het zit op 55 en het neemt een... Holy the shit. The Charmeleon is here. Holy the shit. The Charmeleon is here. Bro, I mean, honestly... Rage Bolt is low. Dit gaat maybe iets doen. Like, maybe is het goed. Nah. ik hou van Chibino, een goede Pokémon. I mean, iets gaat nog steeds dood. Deze Wish maakt niet uit. Het is min 12, maar boeien. Nee, dat... Oh, ja. I mean, waarom overheat, actually? Je krijgt één keer... Je kan dit één keer klikken, maar niet Fire Blast. I mean, dit is dood. Dit is dood. Dit is dood. Je gambelt op de 10%. Dit is dood, ja. Yeah. De 10% gamble, it didn't pay off. Anyway, nu ben je al je damage kwijt, so like, yeah, it did.
Oké, ik kan eerlijk zijn als het Skarm is. Maybe kill you nog steeds. Maybe kill you nog steeds. Op min 2, maybe you do. In Sun? Ja, het is Sun. Like, min 2. Ik... Misschien gaat Lando dood. Ja. Yeah. Ja, nee, ik ben het met je eens. Well, maar Fireblast was zoveel nicer geweest. Like, 5% accuracy voor dit ruilen, hell yeah. Like, nu kun je tenminste vaker klikken, maar... Oké. Okay. Sure. Edge, dat is crazy. Oké, okay, I mean, fair enough, I guess. Oké, maar nu komt Charmeleon weer in. Charmeleon komt niet in. Het is plan B. Dragon Dance and go! Wat ik al de hele game probeer te zeggen is... Ik denk niet dat Lars op Ditto heeft geprept. Scarf Ditto, I mean, het gaat een speed tie worden, want het is geen booster speed. So, het gaat een speed tie worden. Nee, maar als ik kijk hoe erg Lars struggelde met dealen met zijn eigen heat tram. Yeah. Dan heb je niet op Ditto geprept. Want voor Ditto moet je altijd op je hele eigen team ook preppen. En dus yeah. Tegen Ditto preppen is naar mijn mening een van de leukste mogelijke preps in Lars. Yeah. Sorry, in draft. Want je moet plotseling tegen, wat, 19 mons preppen in plaats van... Lars moet gewoon... Nee, the game is over, right? Hier kun je niet mee dealen. Dingen is te laag, Heatran is te laag. Je kan er mee dealen. Oh my god, wait, what? What? What the fuck? Wait, waarom klikken we geen Dragonclaw? Het is niet eens Flame Body, waarom klikken we geen Dragonclaw? Waarom klikt de Jesse geen Dragonclaw? Wait, what the fuck? Omdat je denkt dat het niet killt. Anyhow. Bye bye. Oké, okay, well, I mean, sure. Ogepot doet nog steeds, het is fine. Oké, okay, daar zijn de trans wrongs. Het is fine, like, fucking Ogepon wint zodra het inkomt. Want het is niet booster acro. So, Ogepon leeft gewoon een hit. Dan zijn het Outrages, maybe? Maar Outrage wint niet, want je gaat niet Sylveon kunnen killen. So, ik denk dat Ogepon wint. So, this is still fine. Is er een line? Oh shit, dat is hype as fuck! I mean, ik denk dat ik sowieso geen fan ben van inblijven met Roaring Moon, maar... Mijn move stopt niet voor Sylveon. Het maakt niet uit, you won. Dit is niet meer te winnen voor Lars. Is het? There is no way dat... Like, Ogepon wint gewoon, right? Like, Kudgel is over, like, come on. Als het Scarf Chameleon is? Zonder Solar Power ga je, like, een whopping nothing doen, man. Oké, okay, maar de Ogepon moet inkomen. Probably op deze Heatran. Nee, je kan gewoon dit second, no. Like, boeien. Mijn part zak je okay. De fuck. Mijn part zak je de Skarm, I don't care. We kunnen ook gaan Wish protecten. I guess dat ook kan, sure. Waarom gaan we Wish protecten? I mean. Je hield kinda de damage af. Ja, yeah, oké, okay, we stacken het gewoon. Yep. Ja, I think Ogre just wins. Ik denk dat gewoon Ogre Kudgel klikt. Yep. Ja, mate. I mean, dat was al kind of the endgame voor een hele lange tijd. Like, Moon moest gaan DD om dit te okoen. Ik denk ook dat de GG is Jesse. Ja, Jesse heeft een vooruitziende blik. Roept de GG's in chat. Zelfs de anti-GG Master in Ilzar is het ermee eens. Yep, Kudgel. En dan komt Charmeleon met Kudgel. Ah, Lars is Deens. Zijn we klaar voor turn 25? We zijn klaar voor turn 25. De winnaar van deze rollercoaster, Jesse. 2-0. GG. Alright, weer een 2-0, weer een 2-0. Weer een 2-0. Dit wordt bro, in een avond van 2-0. De Skarm was insane. Dit kun je nooit doen, want je gaat helle dood. Oké, okay, maar Genoa zegt al van, je zegt daar altijd de Skarm. Ja, maar je valt aan voor Chip. Want, like, dan kan tenminste Ogre killen. Of, like, I don't know. Lando of zo. Like, weet ik veel. Ditto. Like, iets kan tenminste killen. Want als het de hond is te killen, je bent nothing. Ja, yeah, no. Ik zeg, like, je drill pakt hier gewoon wel, like, 40. Want, like, je doet legit 40. Zelfs als je max attack bent. Ik denk niet dat je meer doet. Je doet 60. Sheesh, man. Nou, je doet 50, minimaal. Ja, ja, like, nou... To be fair, het was een crit. Ja, yeah, oké, okay, maar, like, Tusk was niet doodgaan zonder de SD. So, like... Ja. Nee, last het... Ik snap niet waar de Iron Head voor was. Maar, like,
Zelfs kwam Sylvina op een attack boosted close combat. Die shit had like 60 gedaan, bro. Dus attack booster Tusk. Ik denk dat het net iets minder had gedaan, liggend aan de invest van de Sylveon. Maar... je leeft er probably 2, ja. En inderdaad, like, aan de ene kant, insane dat Jesse hier voor SD klikt. Aan de andere kant misplayde nog erger door niet de kill te confirmen op de obvious setup bomb. Ja, yeah, ik snap niet de Iron Head, want het is dat zo obvious dat Scrubby gewoon wilt outspeeden en aanvallen hier. Like, dat is het hele punt van de weak armor set. Dus ik vind het ook weird. En again, Sylveon maakt niet uit. Je hebt een heat spin op 100. Ik wist dat het balloonverlies jammer is, maar... anders je had zelfs Heart Charmeleon of Ninetales kunnen gaan. Je hebt zoveel fairy jacks voor Sylveon. So like, ik zie niet het punt van Sylveon hard predicten hier. En ja, I mean, nogmaals, je had echt gewoon like 50-60 gedaan met CC op Sylveon. En je bent sneller actually, so like... Je kan daarna gewoon Iron Headen. Yep. En like, je hoeft niet eens bang te zijn voor Scarf Sylveon. Want als het Scarf Sylveon is, dan zie je dat via grassy terrein. Actually, je zit op 100, dus dan zie je niet. Maar... actually zie je wel, want Scarf valt je aan. Scarf valt je niet aan in deze situatie, dat je uitswitcht, I guess. Ja, maar het is ook een Sylveon. Ja, nee, deze play is weird. Iron Head hier is heel weird. Like, het is gewoon zo'n geval van, de prediction is het niet waard. Like, de prediction is het gewoon niet waard om te maken. Precies, het is een Sylveon en je hebt een Rillaboom op 18%. Ja, maar ik vind Grassy erin nog steeds best wel nice, want like, je weet de Lando set nog niet helemaal. Like, als het gewoon EQ is, dan is het nog steeds eng voor je. Maar, genoeg hiervan. Arguda heeft ons verwend, Chinchou heeft ons verwacht. Verwaard? Ja. Nee, maar goede game, guys. Game was wel fun. Ja, Weasel. Dit was een fun game. Van harte, Jesse. Good shit. Dit was waarvoor we Chinchou kijken. Maar de Weasel game is live. Dat is Carlos tegen Jeannot. Carlos en Jeannot, oh boy. Oh. Bro, Jeannot heeft zoveel coole Pokémon. En dan heeft hij een Fortress. Hij heeft ook een Couching Fire. Ik weet niet of we die mon cool kunnen noemen. Oké, die mon's broken, weet je, like... ja. Yeah. Exact. Maat, ik kijk daar... oh my god, bro. Ik weet niet hoe je wint van Gout. Like, Goutje eruit alsof het gewoon alles smokt. Want, like... maybe... Gastro EQ? Ja, Gastro is je enige out, right? Maar Gastro's physical defense is, like, 68. So like... no way. Ja, no toch? Way. Like, het is geen Fizdev, right? Oh, het is nog een 60. Ja, bro, ik ben zo'n loser voor deze nummers op mijn kop weten. Ja, want Gastro heeft echt random stats. Het heeft 111 HP, dat wel, dus... it is kind of bulky. Ja, uiteraard max HP, max defense, nog steeds bulky tegen physical attackers, maar like... Je kan waarschijnlijk wel even zeggen dat de streamer is. En dat ik heb dus al gegoed Luck have fun. Oh ja, fair. Ik zeg wel go time, I guess. Even kijken. Wat zien we hier als potentiële leads? We zien een Gastro. Gastro is de enige... oh nee, Duraldon kan Hazards klikken. Ja. Yeah. Jeannot is op de pot. Heel cool, Jeannot. Wacht. De enige Hazard removal aan Carlos kant is Divock van Scizor. Ja, je hebt ook een Moltres die je kan... maar, I mean, Moltres wordt niet genokt deze game anyway. Dat is niet waar, actually. Zapdos heeft knock-off gekregen. Gapdos. Nee, maar... Ik bedoel, de enige hazard removal van Carlos. Like, maakt het uit? Er is een gold, so like, it kinda doesn't matter. I guess. Maar de webs gaan heel vervelend zijn, actually. Like, Galvangia lead voor webs gaan heel vervelend zijn, want dat gaat... dat gaat dinges Valiant echt super hard punishen. Dat gaat Valiant uit booster speed range gooien. Ja, yeah, altijd. Maar verder, het is echt puur Valiant, hè. Want de rest van het team just doesn't care. Want like, Moltres, Eels en Unaffected. En ik denk niet dat de anderen die echt iets omgeven. De Rattledon zou er wat om kunnen geven, maar niet hier.
Dan kijk naar de speeders op Shinnoh's team. Rabadon is actually sneller dan Gold, so like, might matter. Is het clear? Heeft het clear body? Nee, heeft het niet. Maar aside from that, Shinnoh's team is snel. Ja, yeah, I mean, ik ben aan het kijken en like, webs zijn zo goed voor Shinnoh's kant. Ogepon ziet er ook gewoon kana heel eng uit, want Cudgel is insane tegen kana everything. En Gastro kun je gewoon killen met grass move, like je wilt Gastro gewoon. Dit gaat insane klinken. Maar hoe klinkt een Valiant Lead? Speedbooster wel, I mean, je kan niet, je hebt geen midden, I mean, je hoeft niet boosten te gaan, je kan ook gewoon like specs gaan of whatever. Maar like, je hebt geen middel om Sash Golf mee te dealen at all. Dus als je like fake out hebt, heeft dat niet fake out? Nee, ik denk niet dat je de middelen hebt om met... Oh, Ogepolie. Oh, dit is ook vreselijk. I mean, ik guess dat in de sets ligt. Want like, je kan een Cudgel leven en het gewoon like willowen voor de troubles. Maar Cudgel is like fucking free, bro. Zeg nog je kan subben als je no zijn. Want like, Kalos klinkt gewoon willow of het switcht uit altijd. So like, sub is ook mega free als je dat hebt. Technisch gezien kun je... Scarf zijn? Like... Nee. Ja, nee, eigenlijk gewoon. Actually, Scarf might not be. Nee, Scarf is actually maybe not bad. Want, like, je bent unaffected door webs. So, like, maybe is it actually best good, Scarf hier. Honestly. Maar wil je zelf choice locken tegen Gouging Fire? Nee, durf je dat I guess aan? Not. Je damage output tegen Gouge is ook gewoon kind of bad, probably. Ja. Yeah. I mean, Hurricane Stab doet, like, probably wel wat damage, maar, like, we. Like, dan kijken we naar, like, I don't know. I mean, als je, like, heel offensive gaat, is maybe Hurricane tegen Gouge goed. Maar, like, dan kijken we nog steeds naar, like, 50 max, right? Like... Ja. Yeah. I mean, Mortal is even, like, 150 special attack, van een strong. Ja, yeah, dit is de enige switching voor Cudgel. Oh, dat deed 31. Dit is Evil Light, dit kan ook niet meer healen, de hele game. Oh my god. Killed Lowkick gewoon. Killed Lowkick gewoon, honest question. I mean, je mag je niet low kicken. Je mag je niet low kicken, dat is insane, maar like. Ik bedoel, dat betekent gewoon. Sorry, zeg je ding. Je mag hier low kicken. Nee, mag je niet. Dat kan light metal hebben. Ja. Dat ga je niet killen als het light metal is. Klopt, maar wat gaat dit ding klikken? Misschien even T-Wave, not sure. Oké, maar wat gaat dit ding klikken? De Dural? I mean, dat kan je gewoon T-Wave, no? Ik weet niet of T-Wave heeft, maar like, alle damage is kinda rot. Want like, alle damage is like... chip for everything else, like... Je wordt nog steeds revenge killed door Vel op dit punt. Het kan Scarf Vel zijn. Ik denk dat deze Dural dan gewoon Rocks gaat klikken. I mean, kan ook. Taunt is ook gewoon fine. Als je like Taunt Synthesis hebt, kun je dit ding gewoon wallen voor eeuwig, kinda. Oh, true. Maar met 31% damage denk ik wel dat dit veel attack invest is. I mean, je kan nog steeds gewoon max gaan en Taunt Recover runnen. Of Taunt Synthesis, dat is goed. Ik heb het ook eens gedaan. Like, er is ook een Gastro hier. Like, ik vind Taunt heel goed, want Gastro wil misschien ook sneaky op je inkomen als je geen grass move bij je hebt. Maar dan neem je gewoon een grass move mee. Yeah, I mean, dat is wel makkelijk, maar dan moet je de grass move klikken terwijl er gewoon een Moltres double kan komen en je kan burnen. So like, het is niet dat makkelijk, weet je. Fair enough. Like, Taunt kind of dekt gewoon dat Moltres iets tegen je kan doen, want dan kan je niet like willow instantly, dus dan is Cudgel weer free. Like, je kunt gewoon cudgelen en dan met een Gastro kun je gewoon taunten. Oh boy, ik ben benieuwd. Knock off. I mean, dat is fair, actually. Evil Light weghalen voor later. Maar, ja, ik guess dat ik Taunt cooler had gevonden, maar... Dit gaat gewoon dood aan Cudgel, by the way. Dus dit ding is dood. Yep. Kunnen we een salut geven voor... Salut voor de eel. Voor de aal. Ja, dit ding is dood, for sure. Ik ben benieuwd wat je predicte hier, actually, als eel zijn. Of, like, aan Carlos' kant. Ik heb oprecht geen idee. Waarom breng je like, Dural dan in en switch je dan hard naar Electros? Ja, maar like, als je... Het heeft superpower, I guess, dat je daarvoor kunt scouten. Maar als je voor superpower gaat, dan like... Moltres is right there, I guess. Ja, maar ja... Yeah, any attacking move, and Moltres... any attacking move that's not Ivy Cudgel, kun je Moltres gaan. Oké, nou, nog geen webs, dus dit ding kan nog gelijk schmoeven.
Ik hoop dat je Fire Punch hebt voor Fortress. Geen booster, nee, geen booster. Vorige week tegen Daan was Carlos Life Orb. En ik denk dat Life Orb best oké is hier. Het probleem is gewoon dat webs te vreselijk zijn. Dus misschien ben je Scarf, maar... Ja. Yeah. Want, like, als je Life Orb hebt... Oh, Jesus Christ. Snow blijft in? Oh my god. En dit is waarom je niet de Larry Avatar gebruikt. Dit heeft Giraf ook meegemaakt. Het brengt ongeluk. Dit is trouwens... Die crit maakte uit. Gewoon like dat iedereen dat weet. Die crit maakte super uit. Oh ja, ja, ja. Maar nu moet ik ook wel zo eerlijk zijn. Vel zonder booster. Like, zelfs met Life Orb kill je dit niet. Dat deed veel damage. Wait, dit is Scar. Wait, what the fuck? Dit was niet Eviolite. Wait. Ja, nu klik je Synthesis. Ja. Yeah. T-Wave. Oké, okay, ja. Yeah. Dit is waarom je tand hebt. Ja, ik wist dat T-Wave... Ik dacht dat T-Wave, ik zei het toch? Ja. Anyway, Ogre heeft hele werk gedaan, bro. En honestly, de T-Wave is jammer, maar je walt nog steeds Gastro voor eeuwig. Moltres is wat enger geworden nu, I guess. Moltres is actually hella eng voor je team. Like, het kinda raakt alles super effectief, als ik zo naar kijk. Behalve de Gouging Fire. Ja, behalve Gouge. Like, bro, Gouge zit er ook al insane uit op dit punt. Gapdos is sneller, Galvantula is sneller. God, deze man is zo sterk. Scissor sneller, je hebt wel Scissor gespeedcreept op een Paralyzed Ogre Pond, right? Je kan gewoon U-turnen nu voor free. Right. Question mark. Nee, we hebben niet Scissor gespeedcreept op min 2 Ogre, no. Je wordt ook nooit geparalyzed, oh my god. Bro, Ogre Pond is zo goed, man, holy fuck. Oké, maar nu klikt het een Draco. Ja, en dan gaat Gouge. Het is op min 2, dus ik kan Gouge legit maybe setupen. Of like Zapdos claimed, kan ook. Deze game is over. Ik ben aan het kijken hoe je dit nog kan winnen, maar like Moltres heeft niet de offense. Tenzij dat like een... oh boy. Deze game is double over. Nee, I'm thinking. Is er een out? Want like, wat heb je nodig? Moltres? Ik denk dat je like specs moet zijn, Chief, met Moltres. Want like, anders ga je like. Moltres moet sneller zijn dan Gapdos en Galf. I mean, je moet speed dice winnen, want het heeft base 100, right? Het heeft base 90. Oh, fucking Moltres base 90. Oh ja, dat klopt. Oh, en het is ook trager dan Gouging Fire. Ja, yeah. Wait, echt waar? Nee, Gouging in de 80. Gouging is 91. Oh, what? Damn. Hover die stats. Ja, yeah, ik doe het nu, ik zie het, ja, yeah, damn. Oké, okay, maar wacht, je kan agility hierop. Als je agility bent, is er maybe een way, want like, Hurricane kan alles winnen, right? Like, alles? Als dit T-Wave gold is, is de game over trouwens. Als deze gold groen T-Wave krijgt, nu is de game over. Maar misschien gaat je nog voor de 6-0, honestly, op dit punt. Ik denk niet eens dat de game over is als je nou een T-Wave klikt. Als je nou een T-Wave hit, yeah, is de game probably over. Ja. Yeah. Nee, je hebt Agile Moltres nodig nu. En, like, Hurricane moet gewoon alles cheesen. Want, like... Oké, okay, Hardcouch is een goed begin. Oh, het is Booster Speed. Later. I mean, Agile was actually goed geweest voor Booster Speed. Ja, Agile had hier gewoon werk gedaan. Oh, het is Sub. Scorching Oké, Scorching breekt Sub, so that's nice. Ja, yeah, is I mean, Shino kan dit gewoon brute force, right? Like, er is zoveel Pokémon's nog available. Yep. Ik kan ook eerlijk zijn, actually, God's op 50, God gaat helemaal dood. De Ogrepon is ook probably sneller dan de Gastro. Ja, yeah, I mean, Gastro kan niet raken. Gastro heeft Sludge Bomb nodig. Ja. Yeah. Outrage. Dat doet 50. Oh, ik weet niet of de U-turn... dat is tof. I mean... Ik ben het denk ik eens met de U-turn. Dat is fine, maar Galf... Als dit like, de laagste is, gaat Galf winnen met Energy Ball en Attacking Move. Oké, okay, en nu is het. Dat is een throw. Dat is een half throw. Yeah. Je moet recover. Ja, yeah, I mean... To be honest, op dat punt hoop je gewoon dat je niet... Dat je het gewoon wild, I guess. Want... Dan kun je like, de Toxic recover stalen, want als je op 0% zit... Like, als je... Het gewoon killt en op 40 zit dan je lose. En dat is een kill. Jesus. Bro, Geno heeft alle RNG gekregen. That's geen enkele selfie, geen enkele para. That's dirty. Oh, dit is een game om te vergeten. GG, sheesh man. Ouch.
Ouch. Pijn. Like, goed gespeeld. Maar daar vielen een hele hoop coinflips dezelfde kant op. Hey, misschien is dit gewoon de Rabius Pleasure Arc? Bro, Genoa, die Breezel gaat smoken. Het stond niet op mijn predictions, maar like, hell yeah. Ik ben er fan van. I mean, oké, luister, dit is Genoa's eerste game. Hij had geen week 1, so like, het kan nog alle kanten op. Maar een 6 om te starten is pretty good. Het is zijn eerste game. En alsnog staat hij al meteen bovenaan de divisie. Ja. Yeah. Is dit een teken? Ook nagaan dat Carlos trouwens het heel goed deed in Weasel vorig seizoen. Dus like, een win op Carlos is zeker like, not too shabby. Zeker goed. Yep. Even kijken. Bro, je had zoveel angles voor deze game. Maar like, vond je de webstops nog steeds een crazy. Like, voor de hele game was het zo goed. Maar... Aandacht voor de persoon die het Chinchou document heeft ingevuld. Koala heeft gewonnen van Larsen. Not the other way around. Oh, hij is verkeerd ingevuld. Sam, doe je werk. Of Job, doe your job. Ik denk dat het Ger is. Gerber? Godverdomme, man. Bro, ik heb zo vertrouwen in Gerber dat hij het niet kon verneuken, dat ik andere mensen ging opnoemen. Als het actually Gerber is, ik ga zo sad zijn, bro. Ik bedoel... Het was Job. Job, het is fine, bro. It happens to the best of us. Yep. Oh, nee. Oh, ik heb ze laten liggen. Oh. Oh, dat was je niet. Oké. No worries. Gar, was jij degene die Lars een 2-0 heeft gewonnen tegen Jesse? Heeft gegeven tegen Jesse? Anyhow. Willen we bus hierheen slepen? Of willen we misschien een nabespreking doen met de... Chinchou? Als ze de stream luisteren en ze willen nog bespreken, dan like, kunnen ze langskomen, maar like... Het, ja. Misschien als ze nu het aan hebben op de background, kunnen ze langskomen. Like, feel free. Als je niet zelf de chat in kan, vanwege rechten, dan zeg even iets in de chat, dan sleep ik je. Of vraag dan Gerbert, die zit in general of zo. Like, dat komt wel goed allemaal. Ik kijk even naar de rest van wat ik ga even kijken of ik de standings erbij kan pakken, one sec. Ja, dit is... Dit was het begin van het weekend en het weekend is meestal het drukste deel van de lamp. Ja. Ik heb zeker morgen mijn eerste game. Ja, want jij en Sam zijn te bang om heel hard te spelen. Sam en ik willen niet weer de opening match voor ons beiden zijn, man. Which is sad, want er zijn al 6 andere Arakuda matches geweest, maar hey, you know... Je komt er wel. Ja, nee, we gaan spelen, maar probably. Oké, sure, ik laat dit wel even aan. Waar? Wat is deze fucking... She is perfect. Ik hou van de look emissions. Waar is de fucking... Waar is het? Ik zoek... Waar is Emma? Nee, er is een... Oké, dat is niet die. Ja, yeah, dat is ook niet. Oké, ik heb die fucking kubus weggehaald daar, top. Alright, oké. Dus Arakuda, ik weet niet of de games al... Ja, de Aaron game. Zat 1-1, ja. Ja. Las 1-1, ja. Dus wat we nog krijgen in Arakuda is jij tegen Nico. Ja, Nico en ik spelen deze week nog. Amin kan even schedule erbij pakken. Mark op het oorlogspad met zijn team. Tegen Sam. Oh boy. En Luxter mag zijn luck in Arakuda gaan proberen tegen andere nieuwkomer Lulnup. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dat wordt een interessante match. Ja, gewoon twee compleet nieuwe gezichten voor Arakuda. Yep. Luxter is al, like, al langer hier natuurlijk, maar voor Arakuda is compleet nieuw hier. Yep. En Nilsar tegen... Ja, ik mag tegen Nico. Oh, Sam, ja, dat komt ook nog probably een keer. Zal probably begin volgende week zijn. Ja, daar zitten we wel aan te kijken, begin volgende week. Dan zullen we kijken naar Breezel. Oh, er zit een 4-2-6 in de URL hier, zie ik nu pas. Twee is... Ah, I mean, het is kind of dezelfde URL. Dat is kind of funny. Anyway, ja, ik ga even naar Breezel toe. Eens kijken, Breezel. In Breezel zijn wel al alle week 1 matches gespeeld. Ja. Dus, maar heel mooi gedaan. Ze hebben nog maar 1 match van deze week, you know? En het is de game van net. Hey. Betekent dat ze niet achterlopen? I mean, I guess. Dat wordt misschien nog tijd. Tomski tegen Brand is morgenmiddag. Oeh, daar ben ik ook benieuwd naar, man. Tomski en Brand. Ja. Tellen we Brands transactions al voor deze game?
Nog niet. Okay. Die gaan volgende game in. Even kijken. Oh, damn, zover heeft het thuisteam altijd gewoon een Brussel. Interessant. Ambor tegen Roman wordt naar volgende week doorgeschoven. Oh, oké. Okay. Zie ik zo te zien. Kaylee Daan? Ik denk dat die al gechat hebben. Actually, ik heb geen idee. Ja, ik ben even terug aan het kijken. Barry Daan is nog niet ingepland. Wanneer komt de Daan Ditto? Binnenkort is volgende week als Daan Ditto. Oh, dang, dat wordt hype. De verliezer moet van naam veranderen. De 15e. Ja, Kaylee tegen Daan is op zondag. En de rankings van Weasel. One sec, ik... Zeggen op dit moment nog niet veel. Het is gewoon de bus 4 bovenaan. Wat, honestly, een seizoen succes voor de bus. We willen het denk ik allemaal wel zien. Het is te lang geleden geweest, sinds you know, like, echt crazy ging ergens. Ja, yeah, it's been so long. Yep. I wanted to see Genoa do well. En het is dubbel wild, want like, er was zelfs... Ik had niet verwacht dat Genoa überhaupt zich zou inschrijven dit seizoen. So, like, ja, klopt. Het is dubbel wild dat als Genoa het echt zo goed kan senden, ja. Yeah. Ik hoop het zo. Ik zou hem gunnen. En tenslotte... Hebben we Chinchou. Yeah. Maar ook nog, like, er zijn zoveel mensen om naar te kijken. Want Weasel is heel cool. Like, er zitten zoveel mensen in. I love it. Ja, Weasel wordt een heel interessante save met een hele hoop... Niet per se originele verhaal, maar wel verhaal die doorgelopen van vorig seizoen. Waar Arakuda waarschijnlijk een beetje aan het struggelen is om deels zijn identiteit te vinden. I mean, we hebben zoveel nieuwe mensen ertussen zitten. Like, met Lone-Up en Luxter en Farid. Like, Ook Ger is een on and off Arakuda. Ja, Ger is een on and off Arakuda, ja. Maar nee, we zien wel welk verhaal er in Arakuda vormt. Maar in Weasel zijn er echt al minimaal 3 verschillende storylines. En we hebben nu dus Farid die 6-0 begint. Kan ook interessant worden. Genoa, I'm sorry. En tenslotte gaan we naar Chinchou, waar Sans volk bovenuit hoeft. En 2-0, 3 div. Like, close games ook voor hem. Ja, klopt. Maar volgens mij... Like, beide games zijn een beetje scuffed. die games waren enorm scuffed, maar hey, he pulled it out. We houden van Chinchou. Chinchou is zo amusant. Ik bedoel ook Giraffe tegen Jesse. Was een ook hele funny game, ja. Een game of all time. En net ook Lars tegen Jesse. We hebben Ray die altijd klassieke Ray dingen doet. Vader zijn Envy en Crucius zijn nieuw naast Sansvolk. Ja, Sansvolk heeft eerder meegedaan als vervanger voor Amber een tijdje terug. Maar het is de eerste keer dat hij zelf een team heeft kunnen samenstellen in de draftfase en zo. Ja. Dus, Vader, Crucius tegen Mar, een match die al heel vaak volgens mij net niet van de grond komt. En uitgesteld en afgesproken is uitgesteld. Jullie houden hem te goed. Envy tegen Floef. Ik weet niet of die zinnig bent. Mar tegen Crucius zou zondagavond zijn. Ah, cool. Zaterdagmiddag voor Space Bear Giraffe. Ik heb zin in de Return of Space Bear. Space Bear. Vorig seizoen, Weasel. Niet het sterkste seizoen wat we ooit hebben gezien, maar wel heel amusant. En als je dat soort dingen mixt met Chinchou. Het kan alleen spektakel worden, toch? Ja, we hebben nog geen. We hebben Space nog totaal niet gezien. We hebben Bram nog totaal niet gezien dit seizoen, want Rustweek week 1. Zo. Ja, en. Like, Rustweek is de meest enigmatische speler in de lead. Mm-hmm. Maar ja, dat lijkt me het vooruitzicht. Dus Ik ben benieuwd. Ik bedoel, luister, alles kan nog. Zelfs mensen die met O2 starten, week 2, don't worry about it. Je kan 2-0 starten en
alsnog in promo demo terechtkomen. Leuk. Ik startte Lamp seizoen 1, startte ik O2 en ik won regular season en kwam toen tot de finale van playoffs. Like, het kan allemaal. Like, er is nog helemaal niks. Ik startte vorig seizoen ook. Ja, 0-2. Klopt. Ja, je won alles, ja. En heb toen het seizoen gewonnen, ja. So you know. Ja, klopt. Klopt. Maar, ik zou zeggen, geniet van een heel lamperig weekend. Ja, ik ga nog een aantal mooie matches komen. Zeker. En dan, waarschijnlijk tot de stream volgende week, toch? Of, ja, volgende week. Ik verwacht gewoon weer, like, vrijdag, zaterdagavond. Dat gaat gewoon de reguliere streamtijd worden. Dus, ja, zaterdagavond is natuurlijk D&D ook, maar, you know. Ik kan even kijken. Ik kan daar omheen plannen. Ik kan gewoon op vrijdagavond doen. No worries. Afhankelijk van of ik al iets heb staan op vrijdag. Dat, you know, dat is eerst waar ik naar kijk of ik iets heb. Maar, ja. Yeah. Ik denk dat dan dat is. Dus misschien een goed moment om de stream af te sluiten zonder eerst nog een uur te jappen. Ja, maar we kunnen over zoveel dingen jappen. Nee, it's fine. Hey. Maar wat we ook kunnen doen is een Radiant Dawn map tierlist maken. Oh, ik ben niet op stream, maar ik ben daar wel down voor. Precies, dus dan is dit waarschijnlijk het moment om de stream af te sluiten. Oké, nou. Mensen in de chat, allemaal bedankt voor het kijken. Was weer een gezellige stream. We hebben ook gewoon 3 games gehad. En alles was fun. Like, ik hou ervan wanneer we like, alle divisies krijgen. Want het is zo leuk. Ja. Alle divisies zien even. Het is ook zo'n verschil. Alleen een beetje jammer dat de Chinchou match... de Weasel match niet geheel een match was. Kind of blowout. Ja, I mean, luister. Het is niet alsof... Like, we hebben 6-0's gezien die neerkomen op... Wat, like, 6-7 turns, een beetje like neutral gameplay. En dan is setupen van ik ga nu setupen en er is gewoon geen respons. En dat zijn, like, kind of de meest lame games, vind ik. Ik bedoel, vorig seizoen like, had ik tegen de Lask gespeeld. En dat was een 6-0 na, like, 40 turns. Luke, je hebt een 6-0 op Nico na, like, 100 turns vorige week, zo. Het klopt, 80 turns. So, like, yeah. Maar... 6-0 hoeft niet alles te zeggen. Nee, precies. Maar like, dit was ook niet per se zo'n game. Like, Chino heeft niet gesetupt en zo'n stuff. Het is gewoon, like, Ogabon ging echt overtime, bro. Die man was zo goed in de matchup. En die was goed in de matchup en kreeg een kill op een cruciaal moment. Yeah. Ik bedoel, de crit op Valiant was crazy. Maar dat was toch steeds niet genoeg geweest, want Vel is... Actually, Vel is gewoon sneller, hè. Met SD kun je echt wel killen daarna, yeah. Ja, die crit was crazy. Yep. Alas. Nee, het is heel lastig om Ogabon heen te dansen wanneer je like, niet echt een mega reliable dragon hebt of zo. Evolite Drelodon was wat nicer geweest, I guess. In plaats van Scarf, maybe. Gewoon voor de bulk, maar alas. Wat gaat de Drelodon doen? T-Wave is genoeg. Like, als je T-Wave, de T-Wave is genoeg. Ja, T-Wave is letterlijk genoeg. Want dan kan het niet meer like, Moltres pressuren. Het kan like, niet meer Valiant naar Webs pressuren, al dat. So, like, helpt al een boel. Maar ja. Het alternatieve gameplan was letterlijk gewoon van... Ga Gastro of anything else en just bait een niet-Ivy Cudgel. En probeer gewoon een burn te krijgen met Moltres. Like, dat zijn je enige angles dan eigenlijk. Maar honestly, als je nou fucking taunt was, dan... Oh boy. Like, als je nou taunt had en gewoon drillen dan taunten, doordat je niet meer kan T-wave, is van like, ja, yeah, the fuck doe je nu nog? Like, dan moet je gewoon hopen dat Moltres burnt, want dan zie je gewoon nul angles. So like, ook op alles zo crazy eng, bro. Ja. Yeah. Nee, je ook een gek team met, like, Couch. Ja, Couch en Ogre. Ja, jij mag er komende week mee gaan dealen. Ik mag gewoon weer gaan dealen? Met wat? Oh, met Ogre. Yep. Ah, dat is volgende week. Ja, is fijn. ik heb Ogabon experience. Wat ook betekent dat ik weet dat Ogabon alles kan wallen wat het maar wil. Maar ja. Ik heb nog niet heel veel gekeken, maar ik heb wel wat plannen. Maar ik heb eerst nog 2 andere games om te spelen, dus op een laag pitje nu nog. Het komt wel. Anyway, ik wil gewoon een weekje spelen. We gaan echt afsluiten hier. Mensen in de chat, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we gewoon terug, waarschijnlijk vrijdagavond, maar maybe zaterdag. Je hoort het vanzelf al in announcements, of in de stream request, sorry. Leuk, bedankt voor het co-hosten, was gezellig. Graag gedaan, En was ja, leuk. Tot slot,
bedankt Snow, Carlos, bedankt Lars en Aaron en bedankt Jesse en Lars, andere Lars deze keer, voor de games. Altijd fijn als we like, meer dan één game hebben op stream. Ja. Het is een stream wat niet like, een half uur is en dan goodbye. Zo. Alright. Ja, Lamp 608, we zijn net pas begonnen, we gaan nog alle kanten op. Ik kijk er naar uit, Cheerio, everyone. Laters, mensen.